Nou, daar zitten we dan, Monique Kleinsman, statenlid voor het CDA in Overijssel. Op de rand van de zandbak van de Sint-Willy-Brodersschool in Vilsteren. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over het inloophuis in Ommen. Want daar bent u van de week op bezoek geweest. Hè? En wat trof u nou het meest? Ja, we zijn daar gisteren geweest om met de CDA-fractie om de Oog voor Elkaar trofee uit te reiken. En wat mij het meest heeft ontroerd is dat heel veel mensen toch eenzaam zijn. Het heel fijn vinden dat het inloophuis er is. Op maandag, woensdag, vrijdags komen daar mensen bij elkaar voor een kopje koffie, voor een luisterend oor, voor een praatje te maken. Een tosti te eten. En het ontroerde mij de verhalen van de persoonlijke mensen die hier elke keer naar uitkijken om daar naartoe te gaan. Hè, ik ben in de gelegenheid dat ik veel mensen tegenkom en ik word heel erg bewust gemaakt ook van het feit dat veel mensen toch sociale contacten missen. En ik denk dat een inloophuis zoals dat in Ommen is gevestigd, dat we dat moeten omarmen. De vele vrijwilligers die, al is het af en toe maar 2-3 uurtjes tijd maken om daar koffie te schenken, om daar het luisterende oor te bieden. Ja, daar heb ik heel veel respect voor. En dat moeten wij denk ik als politiek ook omarmen. En ik denk dat het ook onze verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat dit soort stichtingen, ze zijn inmiddels ook een stichting geworden, ook kunnen blijven bestaan. Soms met hele kleine, weinige middelen kunnen zij die rol vervullen om inderdaad het sociale contact te kunnen bieden aan mensen. Ja. En ik besef me ook dat heel veel mensen niet weten dat het inloophuis er is. Ik woon nu een jaar in Ommen. Ik kende het nog niet. Ik denk dat het belangrijk is dat we al die instellingen, die faciliteiten zichtbaar gaan maken. En dat je als vrijwilligers goed kunt samenwerken met elkaar. En dat moeten we niet tegenwerken, dat moeten we alleen maar omarmen. Daar moeten we heel blij mee zijn. Ja. Stimuleren en zichtbaar maken. Dat zichtbaar maken, hoe kunnen we dat het beste doen, denkt u? Nou, ik vind het onder andere ook mijn rol om hierover te praten. Hè. Als ik ergens ben geweest op werkbezoek, dan krijg ik veel beter beeld van wat speelt hier eigenlijk. Ik voel dan de aandacht van de vrijwilligers die daar heerst. En ook voor de vrijwilligers heeft het ook een positief effect. Want ik sprak een mevrouw en die zei ja, het is voor mij echt ook een uitje om hier naartoe te gaan. Kom ik weer in contact met mensen. En ik voel me fijn omdat ik mijn steentje bijdraag. Ik sprak ook een meneer. Die komt 3 dagen in de week uit Dalfsen hier naartoe. En die voelt zich daardoor gewoon een stuk prettiger. Ja, dat kan ik niet onder woorden brengen. Dat moet je eigenlijk zien. Dus mensen meenemen naar het inloophuis. Om te kijken van, goh, hoe houden we dit ook echt in het leven. En wat hebben zij nodig om goed te kunnen blijven bestaan. En het feit dat mensen, als mensen elkaar niet ontmoeten, dan komen daar ook geen nieuwe ideeën. Ik was gisteren in een sportvereniging Avanti in Glanenbrug. Dat is natuurlijk niet in het Vechtdal, maar het kan ook een voorbeeld zijn zoals dat hier in het Vechtdal zou kunnen. En ze hadden mij verteld, die vereniging, dat is een soort open club. Dat is een soort open huis. Daar is veel bedrijvigheid, ook 's ochtends. Ik dacht, dan ga ik eens bekijken hoe dat gaat. En ik trof daar een soort huiskamereffect aan. Ik sprak daar verschillende mensen. Er waren 30 mensen actief om als vrijwilliger het onderhoud te doen, bijvoorbeeld van terrein. En die man die vertelde mij, ja, ik sta al 3 jaar langs de zijlijn. Ik had geen baan meer, ik had geen sociale contacten. Het feit dat ik hier elke dag op de club mag zijn, ik hier welkom ben, maakt dat ik weer in contact kom met nieuwe mensen. En hij vertelde vol trots dat hij volgende week zijn eerste sollicitatiegesprek heeft. Dus ook een sportvereniging, een open club, kan een hele belangrijke meerwaarde zijn om iemand weer nieuwe kansen te geven. Opnieuw perspectief krijgen in je leven als het echt noodgedwongen een keer heel erg misgaat. Zoals bij deze man. En het kan iedereen gebeuren. En ik denk dat we elkaar moeten helpen. En zo'n sportvereniging is een heel mooi voorbeeld. Hetzelfde als een inloophuis.